Henk, misschien kun je even je scherm niet delen. Laten we dat. Oké. Zal ik dan nu opnieuw beginnen? Oké. Sorry voor de storing. Het is voor ons ook allemaal nieuwe techniek om uit te proberen. Begin gewoon opnieuw. Goedenavond, KNG-leden en andere belangstellenden. Mijn naam is Sjors Huytema en ik ben secretaris van het KNG en ook inleider van deze avond. Een hartelijk welkom aan onze spreker van vanavond, professor Henk Nijmeijer. En ook welkom natuurlijk aan alle deelnemers in dit webinar. En welkom aan alle volgers momenteel op ons YouTube-kanaal. Als bestuur zijn we erg blij dat we ondanks alle coronabeperkingen toch ons lezingenprogramma zo kunnen voortzetten. In december hebben we nog in hybride vorm met een beperkt aantal deelnemers in het Forum lezingen kunnen houden. En de Van Swinderenprijs hebben we ook nog online kunnen doen. En vanavond is dan de lezing volledig online met streaming naar YouTube. Ik hoop dat afgelopen week iedereen genoten heeft van een prachtige winterweek. En wellicht de ijzers ook heeft ondergebonden voor mooie schaatstochten. Als Fries geboren in Bolzert aan de Elfstedenroute heb ik een koortsige week achter de rug. Maar kan nu met de intredende dooi weer met andere dingen bezighouden. Zo, dan nu naar de lezing van vanavond. Als bruggetje naar het onderwerp van vanavond, de slingeruurwerken van Huygens, heb ik ook nog even gespeurd in een mooie biografie van Kees Andriessen, Titan kan niet slapen. Want wat lees ik daar? Het jaar 1640 zette in met vorst. Even tussendoor, de familie Huygens woonde nog in Den Haag op dat moment. Pas in 1642 kwamen ze aan het Hofwijk aan de Vliet in Voorburg te wonen. En ja, waar schaats je dan in Den Haag? Ja, natuurlijk nog steeds, net als nu, op de Hofvijver. Als je daar niet wordt vanaf gestuurd. Ik lees even verder in de biografie. Christiaan, nog steeds behoorlijk onder de schurft, werd met Constantijn het ijs opgestuurd. Na een paar dagen schaatsten ze allebei met goede gratie vast ende al heel ras over de Hofvijver. Maar ja, Christian kon natuurlijk veel meer. En vanavond zal onze spreker, professor Henk Nijmeijer, daar voor ons een interessant verhaal over gaan houden. Nu eerst even iets over de spreker van vanavond. Henk Nijmeijer is hoogleraar in Eindhoven op de leerstoel Dynamica en de Control Group. Henk studeerde in Groningen wiskunde, daar ken ik Henk ook van, in 1979 afgestudeerd en in 1983 je promotieonderzoek afgerond op het proefschrift Nonlinear Multivariable Control, a Differential Geometric Approach. Dat is natuurlijk bij Jan Willems gebeurd. Daarna ben je naar Twente toegegaan, naar het Instituut van Toegepaste Wiskunde. En toen was je al ook verbonden aan het Department of Mechanical Engineering in Eindhoven. En sinds 2000 werk je daar fulltime. Je onderzoek focust zich op Control Systems Engineering, Mechanical Engineering en Automotive Engineering. Sinds 2017 ben je ook Graduate Program Director van de groep Automotive Systems. Je bent ook programmaleider van diverse andere onderzoeksprogramma's. Met name Integrated Cooperative Automated Vehicles. Het rijden op autonome wijze met autootjes achter elkaar op niet-publieke wegen. En ja, ik denk dat we daar misschien vanavond ook nog iets over horen. Je hebt een enorm aantal journal- en conferentiepapers gepubliceerd en ook een aantal boeken. Je bent editor van ook verschillende journals, onder andere van Communications in Nonlinear Science en Numerical Simulations. Editor-in-chief of the Journal of Applied Mathematics en corresponding editor of the SIAM Journal. En tenslotte, last but not least, fellow van de IEEE sinds 2000. En je hebt ook nog een keer de Heaviside Premium gewonnen. Geweldige, indrukwekkende lijst. Ik ben ook heel blij, Henk, dat je vanavond hier spreker bent. En ik zou je graag nu het woord willen geven, je scherm delen en dan naar je verhaal luisteren. Succes. Dankjewel. Goedenavond allemaal.
Ik hoop dat ik goed verstaanbaar ben, dan gaan we nu beginnen. Dit is een wat zenuwachtig begin, maar het is toch een beetje een setting. Ik wil het graag hebben over synchronisatie, over alles wat daarmee te maken heeft. Vooral over mijn overgrootvader, Christian Huygens. Dat is een beetje onbescheiden, want ik ben helaas geen afstammeling van Christian Huygens, maar ik hoop toch wat meer over hem tijdens deze lezing te vertellen. Wat is synchronisatie? En ik maak het iets breder, synchronisatie of soms ook coöperatie. U zult zien, mijn slides zijn in het Engels, maar ik hou mijn verhaal in het Nederlands. Maar ja, het materiaal heb ik zo vaak in allerlei vormen gebruikt, dat het toch wel handiger was om deze slides te gebruiken. Synchronisatie gaat vaak over oscillatoren. Hoeft niet per se, maar oscillatoren, zoals u hier ziet, een kamgroe. Wat synchroniseert hier nou? Dat zijn die pootjes van de kangoeroe die eigenlijk tegelijkertijd op de grond komen en dan door de lucht. En dat zie je daar keurig de kangoeroe lopen. Daaronder loopt een mens en dan zie je eigenlijk bijna als een soort een pendulumbeweging zie je de mens lopen. En dan zie je dus die benen in antifase bewegen. Heel bekend, hier zie je twee fenomenen, synchronisatie. Eigenlijk gebeurt die simultaan in tijd, al dan niet in fase of in tegenfase. En dan kom je in bijna allerlei systemen kom je tegen, van dieren tot, maar ook mechanische systemen. Hier zijn voorbeelden zoals we de mensheid al in het in het lange verleden ook heeft getoond, dat ze heel goed in staat is geweest om synchroon te werken, om een piramide te bouwen, of om, eigenlijk had ik nu een plaatje van een hunebed in Drenthe natuurlijk neer moeten zetten. Dat is gewoon met puur menskracht gedaan en dat vereist natuurlijk echt die coöperatie. Interessant, een trigger is het klooster, waarin nonnen hun menstruatietijd, de menstruatieperiode, min of meer gesynchroniseerd hebben. In ieder geval voor een groot aantal nonnen geldt dat. Een vrouw kun je ook vervangen door een andere omgeving, een studentenflat voor vrouwelijke studenten. Een bekend fenomeen. We kennen het ook in de natuur. U ziet hier een paar voorbeelden. Zo'n flock of birds of een school met vissen. Eigenlijk heel bekend. Nou, als je dit ziet, zie je toch duidelijk een synchroon soort bewegen. Dan begin je te denken, het is altijd bij dieren. Nou, hier is nog een hele interessante. Ik laat u het eerst horen. Hier is een kikker. Dit is het geluid van een Japanse boomkikker. En het interessante is, ik laat u nu ook het geluid van twee van die Japanse boomkikkers horen. Deze geluidsbandjes die komen van een collega uit Japan, Ikuyo Aihara. Maar wat met name opvalt in die tweede bandje, in het tweede geluidsteek, is dat die twee kikkers eigenlijk, het lijkt wel haast dat ze met elkaar praten, in tegenfase aan het kwaken zijn. Steeds dan de een, dan de ander. Dus heel opvallend, heel duidelijk een apart fenomeen. Dat Ikuyo Aihara is daar uitvoerig mee bezig geweest om dat verder te onderzoeken. Dit is synchronisatie. En eigenlijk heb ik helemaal geen hele precieze definitie gegeven. Maar ik denk dat iedereen haast wel een gevoel heeft wat ik bedoel hiermee. En tegelijkertijd verwacht je eigenlijk als je deze voorbeelden ziet van dat je een soort intelligentie nodig hebt. Dat er een soort levend mechanisme aan de grondslag ligt. Maar dat is
zeker niet waar. En ik wil ook twee wat mechanische voorbeelden geven. Deze is, vind ik zelf heel prachtig. Dit is onderzoek van een aantal Japanners in een chemisch tijdschrift. Waar, je ziet hier de vlammen op een brandendek van een gasfornuis. En afhankelijk van de afstand tussen van de gaatjes zie je links een synchroon brandende brandendek. En rechts zie je dan, zag je daar het antifase vlammen bewegen. Heel interessant. Echt moeilijk om dat goed te verklaren. En bij mensen, links uiteraard, ons dag- en nachtritme is volledig gesynchroniseerd zeg maar, met dag en nacht. En als wij een trip maken naar ver weg, dan hebben we ook de grootste mogelijke moeite om ons weer aan te passen. De jetlag zal voor een tijdje ons ritme behoorlijk verstoren. Rechts zie je een mechanische opstelling waar eigenlijk de trillingen zoveel mogelijk van die machines onderdrukt wordt. Precies eigenlijk om daar dus de synchroon gedrag van die twee rotorachtige systemen te garanderen. Hier is synchronisatie eigenlijk is heel ongewenst. Synchronisatie kan ook leiden tot epileptische aanvallen. Synchronisatie van mensen over de millenniumbrug die we daarnet zagen, zeer bekend. Dat gaat eigenlijk niet goed. Dan gaat die brug daar helaas heel driftig mee bewegen met de menselijke beweging. Die mensen zijn eigenlijk, veel mensen in dit geval, zijn veel oscillatoren die zich bewegen op die brug. Wat je hier ziet is eigenlijk een van de meest cruciale vragen die eigenlijk nog maar nauwelijks of maar zeer ten dele beantwoord is. Synchronisatie, waar komt het nou door? En wat Huygens eigenlijk ons leert, en dat is in ieder geval waarom ik Huygens zo heel belangrijk in dit onderwerp vind, is er is een medium, er moet een medium zijn die de koppeling veroorzaakt. Hoe communiceren die systemen met elkaar? En als ik nadenk, terugkijk naar de voorbeelden die ik net genoemd heb, de biologische voorbeelden, als die kikkers die aan het kwaken zijn, vuurvliegjes, maar ook de klokken, pendulumklokken van Huygens, die zo dadelijk uitvoerig zal lichten. Cruciaal is, hoe is de koppeling tot stand gebracht? Daarover gaat eigenlijk vooral mijn verhaal. Mijn argumentatie, mijn bewering is, die koppeling die moeten we gaan begrijpen om goed te kunnen bevatten hoe oscillatoren wel of niet met elkaar in fase of in tegenfase bewegen. Nou, hier is Huygens. We praten dus over 17e eeuw, mid-17e eeuw, dat Christian Huygens, George Huytema, de inleider, heeft al even naar Christian Huygens verwezen. Dit is midden-17e eeuw en ook wel belangrijk om te zeggen, Huygens ongeveer, maar net even eerder dan Isaac Newton, de grondslagen van de differentiaalcalculus is eigenlijk nog in wording. Dat is belangrijk voor wat er zo dadelijk komt. Huygens heeft veel dingen gedaan. Ik ga alleen maar over zijn bijdrage richting synchronisatie praten. Dit is een plaatje uit een van zijn brieven aan zijn vader, aan Constantijn Huygens. En die is zeer interessant. Een opstelling die hij getekend heeft, een beetje slordige tekening, zou je kunnen zeggen, want hij kon heel goed tekenen overigens. Hij schrijft daarbij, en dit is een Engelse vertaling van een Latijnse tekst. Hence, when the clockworks were at small distance separation, I began to suspect a certain sympathy. Hier heeft hij het woord sympathie, wat ik ook in de titel van deze voordracht heb gebruikt. Dus wat hij zegt eigenlijk, als die slingeruurwerken, daar gaat het hier over, voldoende dicht bij elkaar opgehangen zijn aan die balken over die stoel hangt, dan ziet hij eigenlijk een soort sympathie. Alsof de ene door de andere beïnvloed is. En om dat nou te laten zien, wat hij eigenlijk wil beschrijven, is
is deze animatie nuttig. U ziet hier dezelfde opstelling. Ik denk dat hij graag net zo'n animatie aan zijn vader had gestuurd. Hier ziet hij eigenlijk wat hij zag vanuit. Hij was op dat moment ziek, maar dat had misschien met het schaatsen te maken. Maar hier ziet u hem, de klokken die bewegen, de slingeruurwerken bewegen in antifase. En dat blijft zo doorgaan. Dit is wat hij beschrijft en dit noemt hij sympathie. In zijn brief aan zijn vader en ook in zijn verdere teksten beschrijft hij ook dat mogelijkerwijs, het is niet duidelijk of hij dat helemaal gezien heeft, waarschijnlijk niet. In ieder geval uit berekeningen die we gedaan hebben, kan hij dit niet gezien hebben. Maar hier zie je wat ook zou kunnen optreden, dat die klokken in fase gaan bewegen. Maar wat je dan ziet, het is heel erg uitvergroot hier, dat is de balk waaraan die klokken opgehangen zijn. Die balk gaat ook in fase meebewegen. Er zijn er twee opties. Dus de infase zie je de balk aan het meebewegen. In de tegenfase, dus die voorste toonde, dan gaat de balk, blijft eigenlijk volledig in rust. Kunnen we dat begrijpen? Nou, voordat ik daar naartoe ga, wil ik eigenlijk een klein intermezzo even geven. Waarom is Huygens eigenlijk zo geïnteresseerd in dit probleem? En dat probleem heeft alles te maken met de zeevaart. Nederland, maar ook Engeland en Spanje, Italië, Portugal waren natuurlijk zeer actief in het bevaren van de oceanen. En wat was nou een groot probleem voor die scheepvaart? Was natuurlijk van, waar ben ik? De localisatie op zee. Dus er werden allerlei vraagstukken eigenlijk, hoe kan ik dat toch oplossen? En in die tijd van Huygens was er ook een contest, een wedstrijd uitgeschreven door de koning George van Engeland, om eigenlijk dat probleem op te lossen. En Huygens had daar zo zijn eigen gedachten over. En hij had eigenlijk het idee van, kijk, op zee heb je één coördinaat, heb je eigenlijk voor niets. Dat is namelijk de zon, dus de stand van de zon. Dat is één, helpt mij om één coördinaat te vinden. Wat ik verder nodig heb, is, ik heb eigenlijk, dat was zijn idee, ik heb een goed uurwerk nodig, ik heb een klok nodig, want dan kan ik eigenlijk berekenen hoe lang ik langs een lengtegraad beweeg. Nou, dat was eigenlijk een cruciale observatie en ook een heel zinvolle observatie. Dus hij gaf eigenlijk mee aan de kapitein van, je moet gewoon goed de tijd bijhouden en de stand van de zon. En dan kun je eigenlijk zonder al te veel moeite de positie op de oceaan, op de zee bepalen. Nou, er is een beroemd eerste experiment geweest. Dus een kapitein, een Engelse admiraal zelfs, Robert Holmes, die heeft hiermee gebruik maakt, is hij gevaren van Cape Verde naar de Fokoeilanden. Ik hoop dat u mijn muis kunt zien. Maar dat heeft hij dus daadwerkelijk gedaan zoals Huygens dat voorgeschreven had. Maar er was iets cruciaals in dat hele experiment. Het was natuurlijk belangrijk, zoals gezegd, om de tijd goed bij te kunnen houden. Nou, het varen op zee, kijk dit plaatje, dan kan natuurlijk wel eens heel woest gaan. En om dan te voorkomen dat die slingeruurwerken tot stilstand komen, nou, dat wil natuurlijk nog wel eens gebeuren, was juist het idee van Huygens, zorg dat je een aantal klokken hebt aan boord, tenminste twee, maar eventueel drie, en zorg dat die synchroon lopen. En dat ze dus dezelfde tijd aangeven, en of dan toevallig door die woeste storm of andere omstandigheden een van de klokken even tot stilstand komt, als de matroos die op die klokken moet letten, maar tijdig die andere klok weer aan in beweging zet, dan komt het allemaal goed. Nou, helaas, hoe goed Huygens ook aan de valorisatie van zijn ideeën werkte, de tweede proef is een enorm desaster geworden, want de instructies die hij nog zo had meegegeven, de matroos, was waarschijnlijk meer bezig om zijn leven te redden dan die klokken in beweging te houden. Dus dat was een failure en daarmee is dit eigenlijk een beetje op de achtergrond verdwenen. Maar dit was wel de aanleiding voor Huygens om zeg maar dat idee van sympathie, van synchronisatie, om dat te bedenken. En dus ook te onderkennen dat de balk in zijn opstelling verantwoordelijk was voor de synchronisatie. Ja,
Het is interessant om ook even de historie daarna te volgen. Ongeveer een kleine 100 jaar daarna is er een Engelse John Ellicott, een klokkenmaker, die heeft eigenlijk hetzelfde experiment min of meer beschreven. Twee pendules werden naast elkaar geplaatst. En na een uur of twee stopte één van de twee klokken. En hij had het experiment diverse malen herhaald. Dus dat was een interessant, maar een andere observatie dan Huygens gedaan had. En nog weer een eeuw later, heel interessant, William Ellis, een astronoom, die is, onderaan van deze slide ziet u de titel van een artikel wat hij geschreven heeft, On Sympathetic Influence Between Clocks. Hier komt het woord sympathie weer voor, maar in het hele artikel van William Ellis komt Huygens niet voor. En het is eigenlijk onbegrijpelijk dat hij hetzelfde woord sympathie gebruikt. Maar hij beschrijft, en het diagrammetje toont dat ook, de antifase synchronisatie van twee klokken. The pendulum of one clock swung to the left, whereas the other went to the right. En dat herhaalt zich. Perfect. De doorgetrokken en de gestippelde curve beschrijft de beweging van de beide klokken. Dus hetzelfde verhaal. Maar volledig geen enkele verwijzing naar Huygens. Grappig is, dit heeft nog een vervolg, ook bijvoorbeeld Korteweg de Vries is beroemd, ze is ook aan dit onderwerp. In Nederland is er ook in de loop der jaren, dus ook begin 20e eeuw nog aan gewerkt. Ik wil toch terug van, hoe komt het nou? Wat is hier nou de onderliggende gedachte? En ik heb maar een paar, twee slides met eigenlijk wat wiskunde erop, maar dat vind ik hier heel... Wat is het geheim achter de Huygens synchronisatie? En dan ook, kan ik dan ook begrijpen in ieder geval waar antifase of infase synchronisatie door veroorzaakt wordt. Nou, wat je dan nodig hebt, mogen duidelijk zijn, modellen en een framework om ermee te handelen. En natuurlijk platformen, opstellingen om je modellen te kunnen testen en valideren. Nou, hier is eigenlijk een hele vereenvoudigde versie van wat Huygens deed. Wat u ziet hier is een balk, een rigid balk, dus niet een balk die in de verticale richting kan bewegen. De balk die beweegt, kan dan van links naar rechts een beetje bewegen. De uitwijking is weergegeven met x en hij is met de vaste wereld verbonden door een veer en een demper. En aan die balk heb ik twee slingeruurwerken opgehangen. Twee metronomen, zoals u straks zult zien. En als ik dit ga modelleren en ik doe een beetje alsof de wereld wat ideaal is, ik vergeet dingen als wrijving en dat soort zaken, en dan heb ik hier de bewegingsvergelijking. Voor ieder van de slingers heb ik een tweede orde bewegingsvergelijking. De hoeken zijn V1 en V2 en de verplaatsing van het platform in x-richting is hier gegeven. Het zijn de drie vrijheidsgraden zijn hier. En de U1 en U2 zijn eigenlijk de, wat heet, escape mechanismes, de aandrijfmechanismes voor die slingeruurwerken. Nou, omdat ik geen wrijving veronderstel, mag ik die U1 en U2 wel gelijk aan nul nemen. En heb ik hier het model nog een keer weergegeven. Ga ik gewoon als een echte natuurkundige eens uitrekenen, wat is de energie? Nou, som van kinetische en potentiële energie, keurig uitgerekend. Natuurlijk een hele ideale wereld. Bedenk overigens wel, alles wat hier staat, is nog voor Huygens een no-go geweest van die differentiaalvergelijkingen. En dus dit soort modellen, laat staan het begrip als energie, bestond nog niet. Daar kon hij nog niet over praten. Energie uitgerekend, en als ik nu uitreken, wat gebeurt er met de energie? Als ik die differentieer naar de tijd, dan zien we eigenlijk niet onverwachts dissipatie gaat optreden van die beweging van het platform in x-richting. Dus de tijdsafgeleide van de energie is gelijk aan min d maal de snelheid in x-richting in het kwadraat. Nou, dat is altijd kleiner of gelijk aan nul. En dan kan ik met een eenvoudige extra exercitie, Lassalle-principe, invariantieprincipe, ga ik zien dat alle oplossingen die bij dit probleem horen van volgende aard zijn. De hoeken van die twee slingers die gaan bewegen in tegenstelde maken een tegenstelde beweging, dus ook hun snelheid. En het platform komt tot rust. Dus dit is eigenlijk
ter illustratie en die animatie die ik echt aan het begin liet zien van wat Huygens ook beschreef, of de tweede illustratie, de antifase synchronisatie. Ja, dat is allemaal nog redelijk te vatten. Uiteraard is het wel heel duidelijk een geïdealiseerde wereld. Dan gaan we verder, want zoals gezegd, we komen meer dingen tegen. Dus ik ga nu een aantal opstellingen bespreken en proberen het beeld te geven van wat is hier nou cruciaal om na te gaan. Wanneer krijgen we de synchronisatie zoals Huygens die beschrijft? En wanneer is dat dan antifase of infase synchronisatie? Of kan er zoals Alice ook beschrijft nog wel iets anders gebeuren als bijvoorbeeld dus die situatie waarvan van één van de twee klokken gewoon tot stilstand komt? De deadbeat situatie. Nou, dit soort onderzoek heb ik eigenlijk al 25 jaar als een soort hobby, maar iets meer dan dat mag ik ook wel zeggen, uitgevoerd. Maar dit was mijn eerste opstelling die ik, toen ik naar de afdeling werktuinbouw in Eindhoven ging, heb ik gemaakt met een aantal mensen. Bart Oud was toen een student. De opstelling is eigenlijk een hele simpele versie. Je ziet hier een metronoom, twee metronomen, wat kabeltjes om wat meetwerk te kunnen doen. En hier ziet u twee bladveren waarmee de platform als het ware opgewarmd is aan de vaste wereld. Dus dit is bijna de Huygensopstelling. En hier zie je ook wat er mee gebeurt. We beginnen daar de twee metronomen ongeveer, waar de begincondities ongeveer in fase. En werkelijk binnen een halve minuut zie je hier een perfecte, voor zover een opstelling als deze natuurlijk perfect kan zijn, antifasebeweging van de twee metronomen. Opnieuw ziet u hier eigenlijk de bevestiging van de wiskunde, zoals ik dat straks net aangegeven. Heel opvallend, want bedenk wel dat die metronomen, het zijn twee hele goedkope metronomen, platform is zeer simplistisch, dat dit moet dus een hele robuuste eigenschap zijn. Dit is niet afhankelijk van, oh, ik heb die metronomen zo perfect gelijk gemaakt. Ik heb er heel weinig voor hoeven te doen om te illustreren wat Huygens beschreef. Goed, het beeld wat we hier dus al uit kunnen krijgen is van, nou, wat zijn nu varianten of wat zijn factoren die een grote rol spelen in de koppeling, wat ik al heb eerder geargumenteerd. De demping in het systeem, ja, die moet wel een rol spelen, want ik heb toch ook die mogelijkheid van infase synchronisatie, maar die had ik een beetje weggepraat, want ik had helemaal geen wrijving verondersteld. Dus die moet ik toch wel rekening mee houden. En ja, het is natuurlijk toch zo, die slingers, die oscillatoren, zijn natuurlijk nooit perfect. En blijkbaar is de eigenschap die we tot nu toe zien redelijk robuust voor een soort mismatch dat je al kan treden. Wiskunde is hier eigenlijk nog steeds maar zeer onvolledig over ontwikkeld. Dus er valt nog een hele hoop te doen. En er is nog veel meer te doen in experimenten. Nou, even een klein intermezzo. Lord Rayleigh, Sir John William Strutt, waarschijnlijk bekend, hè, om zijn werk aan de akoestiek, die schrijft in 1877, dus twee eeuwen na Christian Huygens, een heel interessant verhaal, boek. Waarin schrijft van rather than, heeft twee orgelpijpen, identieke orgelpijpen. En die worden beide tegelijk gespeeld, dicht bij elkaar. En dan zegt hij, rather than each blaring their own tone, the two pipes will barely make a whisper. But put a barrier between them and they sing loud and clear. Wat je hier beschreven ziet, is geluid en antigeluid. Het is een prachtig voorbeeld. Het is prachtig om dit voorbeeld toch te noemen als een soort counterpart, mag ik het zo zeggen, van wat Huygens met zijn slingeruurwerken deed. Die ook hier valt nog een hele hoop verder aan uit te leggen en onderzoeken. Ik wil een heel nieuw experiment van het Huygens-experiment nu beschrijven. Reden te geven van wat is hier nou allemaal nog te doen in deze synchronisatie en wat voor verrassingen staat ons nog te wachten. En dit is tot stand gekomen eigenlijk in samenwerking met een Mexicaanse promovendus, vroegere promovendus van mij, Jonathan
Peña, Jonathan Peña Ramirez. En in samenwerking met een Mexicaanse fabrikant van slingeruurwerken. En dan gaat het over uurwerken zoals u hier ziet aan de rechterkant. Grote slingeruurwerken zijn dat die dat wordt wel genoemd monumentale klokken. Die vooral in kerken en overheidsgebouwen over de gehele wereld kun je ze tegenkomen. De fabriek is en ook een museum. De eigenaar heeft ook een museum naast de fabriek gebouwd. Is te vinden in Zacatlán in Puebla. En de volgende opstelling die ik zo dadelijk beschrijf, die staat daar ook in het museum. En die loopt en demonstreert nog steeds van dag tot dag de synchronisatie die ik eigenlijk van Huygens al heb genoemd. Ja, het is een heel interessant experiment. En hier is de opstelling die we gemaakt hebben. Dus u ziet hier twee van die slingeruurwerken, zoals die daar normaliter geproduceerd worden en die in een kerk geplaatst worden. Wat hebben we gedaan, die twee uurwerken? Er is weinig ruimte tussen, maar er is een klein beetje ruimte. Die hebben we geplaatst op een heel licht gewicht houten tafel. Zelfs niet eens een houten tafelblad, maar alleen maar een minimaal frame van een houten tafel. Natuurlijk om eigenlijk, het zal niet verbazen, de flexibiliteit van die structuur zo groot mogelijk te maken. Dat hebben we gedaan. En vervolgens hebben die twee klokken in beweging gezet. En je ziet hier plaatjes van, ja, in het begin duurt het even. Hè, de middelste figuur geeft het transiënte gedrag in de eerste korte tijd. Van de eerste 20 seconden zie je ze haast in tegenfase bewegen. De twee klokken, de tijd 1 en tijd 2. Maar na flinke tijd zie je ze perfect synchroon lopen. Ja, niets is mooier dan wat je van dat kan laten zien. Dit is een klein stukje en ik zou dit heel lang kunnen maken. Van wat je daadwerkelijk in het museum kunt zien. Die verschillende uurwerken die bewegen daar in fase. In fase, dat is heel opmerkelijk. We zijn opeens hier terug naar in fase synchroon bewegen. De huidige configuratie nadrukkelijk op deze fase synchroon bewegen. Interessant, bijzonder en eigenlijk een interessante illustratie van Huygens en dat ook in de moderne set. En er komt veel meer om te kijken. En dat is eigenlijk voor ons, toen we hiermee bezig waren, eigenlijk toch wel een verrassing geweest. We zijn dus naar gaan kijken naar de frequentie van de klokken. Zeg maar de tijd dat het duurt dat zo'n klok een slingerbeweging uitvoert. En wat zien we? Links zien we de frequentie van beide klokken. Die hebben we beide zo ingesteld. Die is ongeveer 0,500 hertz. En rechts ziet u dezelfde frequentie, maar nu van de gekoppelde klokken. En wat zien we? Die frequentie is ietsje veranderd. Die is ietsje lager geworden, 0,5935 hertz. Ik laat die vierde cijfer achter de komma maar even voor wat het eerste is. Maar heel duidelijk, er zit een klein verschil in. Wat betekent dat nou? Wat betekent dat nou voor een klok? Het betekent eigenlijk dat een klok gaat per uur een driekwart minuut langzamer lopen. Of over een dag een kleine 20 minuten. Nou is dat op zich... Terugdenkend aan Huygens. In de tijd van Huygens had je geen nauwkeurige klok. Dat mag ik zo wel zeggen. Het was helemaal niet verbazingwekkend dat een klok een afwijking van onze klok had die in deze orde van grootte was. Maar wat dus hier interessant is, die klokken die gaan lopen keurig synchroon. Eerst als ze zeg maar volledig apart opgesteld zijn. Hebben ze een frequentie van 0,500 hertz en zijn ze gekoppeld, dan wordt die frequentie lager. Dus als het ware de tijd, de klok wordt in zekere zin minder nauwkeurig. Nou, dit is een interessante
observatie. En eigenlijk, ik vind het als anekdote is het aardig om te vertellen. Ik was begin vorig jaar nog in Mexico. En toen hebben we over dit resultaat overleg gehad, ook met de klokkenfabrikant. En we waren in staat om een schip te regelen van de Universiteit van Ensenada om afgelopen zomer, augustus zou dat dan worden, een experiment te doen zoals Huygens dat beschreef. En waar onze interesse dan in was, kunnen we ze daadwerkelijk ook zien dat er zo'n groot tijdsverschil ontstaat bij de synchronisatie. Helaas heeft corona dit experiment voor ons nog onmogelijk gemaakt, maar ik hoop het nog steeds een van de komende, misschien komend jaar, volgend jaar uit te voeren. Dit gezegd hebben, ga ik één stap verder. Ik ben wat later begonnen, dus ik ga er even vanuit dat ik nog wel even wat tijd heb om door te praten. Is dat oké, meneer de lead, George, kan dat? Ja, zeker. Oké. Dan wil ik eigenlijk toch wat verder gaan, hoewel ik natuurlijk maar ten dele een uitleg heb gegeven, omdat ik de wiskunde niet, ik wil de wiskundige vergelijking niet de boventoon laten voeren, maar eigenlijk het mechanisme wat ik daarvoor nodig heb om die infase of antifase synchronisatie te analyseren, dan moet ik nadrukkelijk eigenlijk die gegevens van die al genoemd zijn, hoe is die koppeling bepaald, dat moet ik eigenlijk heel precies invoeren. En dan typisch stabiliteitsanalyse, maar ook in combinatie met dingen als de Poincaré-methode en harmonische balancing methode. Dat zijn dan de tools die we gebruiken. Maar ik wil eigenlijk nog een paar andere experimenten tonen die ja, eigenlijk in zekere zin ook verrassend kunnen zijn. En een hele eenvoudige stap, of voor de hand liggende stap, misschien is dat beter te zeggen. Kijk, links hebben we de opstelling die ik eigenlijk in het Eindhovense lab heb gemaakt. Die hebben we al eerder gezien. Dat is die platform. Geen balk, maar een rigide balk waaraan de twee metronomen opgehangen zijn. En die dan met de vaste wereld door een veer en een demper verbonden zijn. Maar rechts heb ik hier eigenlijk eenzelfde soort gedachte, maar ik heb nu de twee metronomen, heb ik als het ware op een verticale manier met elkaar verbonden. Nou, misschien een moeilijke figuur, maar is de opstelling waar u aan moet denken. Dan ziet u hier een soort een beetje wankel constructie met twee verdiepingen en twee wanden. En op elke verdieping zet ik een metronoom. En eigenlijk die opstelling zonder de metronoom is eigenlijk heel vaak gebruikt. Wordt vaak gebruikt, is een opstelling van Quanta, mag ik wel zeggen. Die wordt vaak gebruikt om testen en proefjes te doen. Om te illustreren wat is het effect van een aardbeving op een gebouwstructuur. Nou, we nemen deze opstelling en we gaan aan deze opstelling rekenen. Nou, dan kunnen we eigenlijk natuurlijk ons afvragen, zou synchronisatie ontstaan? Hè? Dit is duidelijk een andere structuur dan wat we aanvankelijk, die horizontale structuur. Mag ik verwachten dat er synchronisatie optreedt? En is dat wel zo of zijn er meerdere opties? Laten we eens kijken wat er mogelijk is. Nou, we zijn eerst hiermee numeriek aan de gang gegaan en eigenlijk ziet u hier al een beetje wat er gebeurt. Nou, eigenlijk krijgen we in fase synchronisatie, maar eigenlijk, ik ga weg bij dit figuurtje, ik wil het experiment laten zien. Hier zit nog een opstelling, maar hier ziet u wat er daadwerkelijk gebeurt. Die twee slingeren, die metronomen, die bewegen je keurig in fase. Uitwerking is het gelijk, maar ze hebben wel dezelfde frequentie. Dat is eigenlijk het belangrijkste op dit moment. Nou wordt er wat extra gewicht op zeg maar de bovenste gelegd en nu gaat er iets heel raars ontstaan. Als je goed naar kijkt, dan is het een beetje wat moeilijk om goed te zien.
En je kunt het zelf horen. Ondertussen zijn de meeste genomen in antifaat gekomen. Dus dat extra gewicht heeft wel degelijk een heel grote invloed op wat er gebeurt. Overigens is het ook interessant om hierover bij na te denken. Van als je dus nadenkt over een aardbeving die een gebouw aanstoot. Hoe kun je dan proberen om trillingen in het gebouw zo goed veel mogelijk te onderdrukken? Nou, dan moet je misschien nadenken waar je eigenlijk wat meer mag. Nou, we zijn hiermee doorgegaan, ook diverse andere experimenten. Dit is een hele interessante, die ga ik u nog tonen. En daarna ga ik nog twee wat meer mechanische voorbeelden tonen. Opstelling is eigenlijk simpel. Weer twee metronomen, dus je zou bijna kunnen zeggen van wat is er nu nog spannend aan. Nou, hier is de wereld nog iets anders ingevoerd. Ik heb hier een platform, een heel simpel platform. En die heb ik door middel van een soort veren aan de vaste wereld verbonden. Dus dat platform hangt met veren aan de vaste wereld. En op dat platform heb ik twee metronomen naast elkaar gezet. En dat schaakbord is meer om het beeld goed te houden van, ook met de camera, wat gebeurt er met die twee metronomen. Nou, dat is interessant om te zien. Eigenlijk zie je al heel gauw de synchronisatie, infase synchronisatie van die twee metronomen. Interessant. Maar dat wordt niet alles. Wat zien we hier? Dat zijn die twee metronomen bewegen nu in antifase. Blijkbaar is het zo, en als je opgelet had aan het begin van de initialisatie hier, het is heel belangrijk hoe je de twee metronomen beweging hebt. Blijkbaar kun je dus steeds hier gewoon een soort verschillen, afhankelijk van die begincondities, krijg je of in fase of op de fase synchronisatie. Dat was interessant genoeg, maar we waren er nog. Nog wat moeilijker, nog eigenlijk wat meer zoeken naar de beginpositie voor die twee metronomen. Maar wat je hier eigenlijk ziet, en die is heel moeilijk om zo te zien, eigenlijk zou ik hier eigenlijk een tijdsplaatje van de beweging van de hoeken van de twee metronomen. Wat we hier hebben is een kwartfase beschuiving tussen de twee metronomen. Heel opmerkelijk, het is dezelfde opstelling, dezelfde configuratie van hoe je de twee metronomen plaatst, kan ik dus drie verschillende stationaire situaties krijgen. Heel bijzonder. Hier kan ik verder gaan naar vier metronomen. Ik kan naar drie metronomen gaan. Het valt natuurlijk nu eindeloos veel te experimenteren. Deze situatie met vier metronomen, daar zijn we nu een publicatie over aan het voorbereiden die juist gaat van hoe kun je nu de wiskunde hierachter volledig toereikend maken om te beschrijven wat hier plaats kan vinden. En ja, opnieuw, hier krijg je infase en antifase segmentatie, maar mogelijkerwijs ook een soort waveform die we nog niet volledig hebben kunnen in een experiment hebben kunnen zien. Ik ga dat overslaan. Ik wil er nog twee kort stilstaan bij twee mechanische voorbeelden. Dit is een voorbeeld veel ouder, begin 2000, waarin we twee robots. Synchroon laten bewegen. Dat Alexander Rodriguez, die dit doet, die eigenlijk actief hier op de stoel. En wat je ziet is alleen maar een beetje alleen maar een stuk reden. Dat kun je gewoon in de software tussen de twee controle of tussen de twee robots eigenlijk. Je kunt bijna zien van het eigenlijk het gestoord door Rodriguez uitgeoefend op één van de robots. Dat betekent eigenlijk dat die andere robot wil synchroniseren en dus ook diezelfde verstoring ondervindt. En een virtuele koppeling echt in het regelmechanisme hier.
En ik wil dat tenslotte laten ook demonstreren in werk dat we hebben gedaan en waar we nog steeds zeer veel werk, ook aan, verder onderzoek aan doen, is coöperatieve auto's. En wat u hier ziet is twee, een soort animatie over adaptive cruise control. En typisch is dan het effect van een spookfile, denk ik wel bekend voor velen, op het moment dat de rood betekent dat de auto gaat remmen, dan in een spookfile komen die auto's als het ware in een, als een harmonica in elkaar. Wat we hier zien in dit filmpje, zien we de CACC, Cooperative Adaptive Cruise Control, en daar wordt door draadloze communicatie worden die de volgende auto's wordt op de hoogte gebracht van hey, voorganger gaat versnellen of zeker vertragen. En daarmee voorkom je dat harmonica effect wat je anders eigenlijk altijd krijgt in een file van auto's die adaptive cruise control gebruiken. Nou, in het echt werkt het dus ook. Ik hoop dat ik heb meegegeven dat mijn inspiratie en het onderwerp huigensynchronisatie een buitengewoon boeiend onderwerp is. En eigenlijk een onderwerp is wat nog maar heel ten dele begrepen is. Ik heb het aangegeven dat we het nou een beetje kunnen begrijpen voor die oscillatoren en hoe belangrijk het is om te kijken naar de koppeling, het medium. Als we dat weer hetzelfde zouden willen doen om de synchronisatie van vogels in een V-formatie of een school vissen of het geluid van wat die twee kikkers vertonen, nou, daar zijn we nog ver van af. Het medium, het begrip van het medium. Hoe is die connectie? Hoe werkt die connectie? Is eigenlijk een enorme uitdaging. Dus ja, er is nog heel veel te doen en daar wil ik het eigenlijk voor nu bij laten. Mooi, Henk. Bedankt voor jouw mooie verhaal. Het geluid en de beelden vielen wel eens over elkaar heen, maar duidelijk meegekregen wat hier allemaal de bedoeling van het verhaal betekende. We hebben nu nog een aantal minuten voor vragen uit het publiek. Degenen die vragen willen stellen, kunnen dat via de Q&A-tab beneden doen. Dan zoek ik daar de vragen uit en breng die naar voren. Als mensen daar nu gebruik van maken, kan ik misschien al beginnen met een eerste vraag even te stellen. Ik begon over het schaatsen. Toen ik jouw verhaal zag, toen dacht ik van, oh ja, synchronisatie. Als ik vroeger met de kinderen schaatste, dan pakte je elkaar vast. En dan ging het in het begin even wat rommelig. Maar op een gegeven moment had je toch een gelijke slag te pakken. Is het principe van synchronisatiefase en antifase ook typisch iets wat in sport gebruikt kan worden? Of ook al bekend is? Nou, het is zeker bekend. Ik zou eigenlijk een mooi en een interessant voorbeeld is natuurlijk een paard. Een paard die zelfs verschillende manieren heeft om te bewegen, in galop of in draf. Waar, denk maar aan de vier benen, moet je waarschijnlijk zeggen, van een paard. Je kunt op verschillende manieren, je kunt de twee voorbenen tegelijk naar voren en de achterbenen naar achteren. Maar je kunt het ook
als het ware als twee mensen lopen, kun je het ook zien. Dat geeft dus heel verschillende bewegingsritmes. Dat is heel bekend. Je kunt dat bij paarden, maar je kunt natuurlijk bij beesten met meerpoten, kun je nog verder gaan. Het is een van de ontwikkelingen waar in de robotica heel veel aandacht nu voor is, van hoe zou je een lopende robot met meer dan twee poten, hoe zou je die willen maken en hoe wil je dan de synchronisatie om die bewegingen? Het gaat natuurlijk om een traplopende robot of een robot die in het niet vlak terrein, denk aan Boston Dynamics, grote uitdaging is van hoe zorg je dat die robot eigenlijk op een efficiënte manier loopt. Nou, Boston Dynamics is een bekende robotproducent in deze, alleen die robots zijn er wel gruwelijk duur. En dat heeft alles te maken omdat we eigenlijk nog nauwelijks gebruik maken van ja, eigenlijk wat het menselijk of het in een dierenrijk natuurlijk die synchronisatie op een efficiënte manier gedaan wordt. Oké. Ik krijg ondertussen al wat vragen binnen, Henk. Van Ries de Langen. Die stelt de vraag, werkt synchronisatie ook in het luchtledige? En geeft dat inzicht in het medium? Interessante vraag. Zou je vooral... Ik ben er heel voorzichtig in. In het luchtledige zal het medium dus niet... Het luchtledige, ben ik van overtuigd, die zal niet veel doorgeven. Maar misschien is het interessant om het volgende te willen. De uitleg die ik net gegeven heb voor de huidige synchronisatie, zoals Huygens daadwerkelijk zag, is 2-3 jaar geleden hebben we die gepubliceerd in een van die Nature-tijdschriften, inclusief de demonstratie in Mexico. Nog geen 2 jaar daarvoor is er een publicatie geweest, ik dacht ook in een van de Nature-tijdschriften, met de claim dat de Huygens synchronisatie volledig akoestisch was. Nou, ik vond het eigenlijk nogal ongeloofwaardig dat ook nog in deze tijd zo gedacht werd. Maar wat mij betreft is het antwoord overtuigend gegeven van dat is niet het geval. Okay. Maar ja, het medium is buitengewoon belangrijk. En als je dus het luchtledig als medium hebt, dan zal dat niet... op een of andere manier de transfer kunnen veroorzaken. Oké, goed. Dank je. Komt een andere vraag van Claudine Lamotte. Hoe kan de aard van de koppeling van niet-mechanische systemen onderzocht worden, bijvoorbeeld locomotor-respiratory koppeling? Ja. In bewegingswetenschappen, sport kijken, film, kijken we veel naar synchronisatie. Ja, nou, een hele bekende is... elektrische koppeling. Ook dat is overigens wat ook in het brein en in zenuwcellen gebeurt. Daar heb ik onder andere ook nogal wat naar zitten kijken. Maar vooral eigenlijk op het niveau kan ik begrijpen dat een groot aantal oscillatoren zich die ongeveer de dynamica van een brein een zenuwcel hebben. Hoe en wanneer krijg je daar synchronisatie? Dus elektrische koppeling is een hele bekende, is een hele bruikbare. In deze. Dus eigenlijk de stroom veroorzaakt door de verschil in membraanpotentiaal. Dat is een hele duidelijke indicator. Dat is een hele quote makkelijke. Okay. Vaak is het, zijn er natuurlijk ook andere effecten. Chemische koppeling. Interessant. Ik durf daar niet veel verstandigs over te zijn. Maar het voorbeeld wat ik genoemd heb rond nonnen in een klooster, dat is absoluut een chemische, heeft een chemische oorzaak. Oké, goed, dank je. Ik zie geen verdere vragen in de Q&A. Ik kijk nog even of er handjes opgestoken worden voor de rondvraag, zeg maar. Ik zie de heer Smit. Die heeft een vraag. Maak ik even actief. Hebt u een speciale vraag? Hij is gemute. Die moet zichzelf nu even unmuten. Dat werkt blijkbaar niet. Ik heb recht gegeven om te spreken, dus... Oké,
dat gaat dan niet lukken. Dan moet de vraag misschien nog in de Q&A gesteld worden. En anders kijk ik ook op de klok. Die klok loopt voor mij gewoon door. We zijn bij 9 uur beland. Ik denk dat we vanavond een hartstikke leuke lezing hebben gehad. Ook bijzonder om op deze manier lezingen te volgen. Het is natuurlijk altijd anders dan in een fysieke ruimte. Voordat ik verder ga met hier nog wat over te zeggen, wou ik nog even de komende lezingen in de maand maart noemen. Dinsdag 9 maart hebben we wetenschapper en weerman Peter Kuipers-Munneke, die een interessante lezing gaat houden. Waarschijnlijk 9 maart is al redelijk dichtbij, zal het op dezelfde manier als nu gaan. Dinsdag 30 maart, staat nog niet hier op de slide, maar dat is al aangekondigd, wordt de 8e kapteinlezing gehouden door welbekende Robert Dijkgraaf. En dat wordt in samenwerking met Studium Generaal Groningen gedaan. Daar kunt u al zich voor opgeven via de site van Studium Generaal. En daar is ook al bericht over gestuurd. Volg vooral onze KNG-site en lees de mailings voor de meest recente opmerkingen en aanwijzingen. Ten slotte, ja, Henk, ik wou je hartelijk danken ook om je medewerking om dit online event mogelijk te maken. Je had natuurlijk graag weer eens een keer naar Groningen willen komen. Dat blijft natuurlijk staan. En dan kunnen we nog eens een keer goed uit eten gaan. Bedankt voor je interessante lezing. Ik wou verder ook nog de mensen van de techniek en het secretariaat bedanken. Het is toch een tour de force om dit toch op deze manier mogelijk te maken. En last but not least, alle deelnemers en volgers van vanavond, hartelijk dank en graag tot een volgende keer.